Jong Sparta, dat heeft zich wel zo'n beetje veilig gespeeld. Het bleef 8 wedstrijden achter elkaar ongeslagen. TSC in het oranje heeft de punten nog hard nodig in de strijd tegen degradatie. En dan moet je dit niet doen, Michiel Zeller. De kans is voor Bukari. En de redding van doelman van der Smal al vroeg in de wedstrijd. Komt TSC goed weg, is de ruststand op de lok 0-0. En bouwt Sparta op, onderschept zelf de bal. En kan TSC gaan bouwen. Van Gessel. Dit is een prima paas op Emilio Vink. Vink, en die schiet hem tegendraads in. En dan staat Fabrier het verkeerde been in TSC op 1-0. Prachtige paas is van Gessel. Vink weg bij de defensie van Jong Sparta. En zijn 10e van het seizoen brengt TSC op 1-0. Dit is opnieuw Vink. Kotsch. En de kans voor Grot. En dan de redding op de niet hele sterke kopbal van de toekomstige GVV'er. Kotsch krijgt de bal van Vink. Zijn had Kotsch. Dit is knap gedaan. Krijgen dus van de bal. En dit is een goede goal, zeg. Hij was afgeschreven door Dovo vorig jaar in de hoofdklasse. 2 treden lager dan hier. Maar Zerhard Kotsch kan je niet afschuiven. Kijk eens hier, zeg. Wat een knappe goal. Het is 2-0 voor TSC. De 3 punten lijken binnen. En nogmaals gezegd, die zijn ook zo belangrijk in de strijd tegen degradatie. Opnieuw Kotsch. Zerhard Kotsch. Oh, bijna. En Vink in de naastoot niet. Maar het maakt niet uit. 2-0 is ook 3 punten. En die zijn ook zo belangrijk voor TSC.